Dan om 9:55 Studio Sport. En dat is 5 minuten eerder dan in de gidsenstaat aangegeven. En daarin aandacht voor de volleybal-interland Nederland-Joegoslavië in Leek. En een voorbeschouwing op het Europese kampioenschap schaatsen voor heren. Dan de tweede avondvoorstelling na het 10:30 journaal in Den Haag vandaag met Déjà Vu. Switch the coffee maker on. 2. Room time is approximately 1 minute per cup. 3. Make sure that the on switch is pressed down. Important. Mm-hmm. Yeah. The hot plate. Mag Johan even. Johan, doe me een plezier. Wacht tot dit gesprek is afgelopen, wil je? Goed. Een oma en een kleindochter. Onderling hebben ze veel en bijzonder contact. Hoe ver dat gaat, wordt hem pas langzamerhand duidelijk. Vanavond in de avondvoorstelling bij de NOS om 11 uur, Déjà Vu. En we besluiten de avond om 11:50 met het nieuws voor doven en slechthorenden. Zover is het nog lang niet. We gaan natuurlijk eerst beginnen met Van Gewest tot Gewest. Van Terschelling spoelde een zieke zeehond aan. Van gewest tot gewest filmde de redding en eerste hulp. Trollen in Hulsberg. Kinderen uit dit Limburgse dorp kozen samen met een kunstenaar hun eigen sprookjesbeelden. Bij elke storm wordt het strand van Bloemendaal een stukje kleiner. Gaat het kopje van Bloemendaal straks kopje onder. Waar vroeger werd gezwommen, wordt straks gedanst. Het oude en chique Ozebi-zwembad in Utrecht binnenkort als danstheater. Goedenavond. Hessel Wiegman van Terschelling besteedt het grootste deel van zijn vrije tijd aan het redden van zieke zeehonden. Eind vorig jaar zonden we een reportage over hem uit. Daarin lieten we zien hoe hij vaak hele nachten speurt langs het strand. Maar op het moment dat we de opname maakten, waren er geen zeehonden. Vorige week was Hessel in de weer om vogels van het strand te halen. Slachtoffers van de olievervuiling. Waar we helemaal niet op gerekend hadden, gebeurde toen wel.